Een hele goede morgen. Moeders en ik gaan weer een keer week vloggen. Dit weekend cursus. Dan maandag heb ik les bij Jeanette. Dinsdag heeft Blondie aqua trainer. Woensdag les van Astrid. Les van Astrid. Donderdag heeft ze dan vrij, denk ik. Ja. En dan vrijdag ook vrij. Ook vrij. En dan zaterdag heb ik les bij Bob. En zondag vrij. Dus dat is een hele drukke week, want we moeten de Blondie weer opbouwen. En het is dan wel weer een stapje verder. Woehoe. Vandaag hebben we het springlet van Jean en Chardon. Dinsdag, tijd voor de aquatrainer. Na gisteren zal ze misschien wat spierpijn hebben. En na de aquatrainer gaan we even op de Vitafloor. Nou, inderdaad, op de aquatrainer was ze toch wat aan het schudden, dus misschien toch wat spierpijn. En nu even trillen met je billen op de Vitafloor. Ja. We zijn klaar met trillen met de billen en met de aquatrainer. Goed gegaan. Ze had wel wat spierpijn, denk ik, van gisteren. Maar verder loopt ze uitstekend. Is ze blij? Dit gaf ze een heel schattig klein hinderkje om gedag te zeggen. Ze is hier zo kind aan huis dat, dat ze hier gewoon thuis is. Dat is het vooral. Oké, nou, trailer op en dan naar huis. Het is wel jammer, ik wilde even laten zien dat ze gewoon zelf de trailer oploopt. Maar ze is sneller dan ik de camera aan kan zetten. Ik ben een slechte ponymoeder. Ik ben vergeten het hooi net bij te vullen. En op de heenweg had ze nog wel wat. En nu is er, nu is er ook wel wat, maar dan kan ze niet zo makkelijk niet bij. Sorry pony. Het spijt me. Maar ja goed, het is maar een half uurtje en dan ben je weer thuis en dan heb je weer eten. Je overleeft het wel. Ja, hij doet het. Nou, vandaag heb ik les van Astrid. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik heb natuurlijk... de laatste keer dat ik les van haar had was in een cursus. En dan kijk ik natuurlijk andere mensen mee. Dat vind ik lastig. Maar nu heb ik weer helemaal alleen les. Kijken hoe dat gaat. Heel erg benieuwd naar. We kunnen dan weer verder werken aan dingen waar we mee bezig waren. En ik denk dat Astrid wel weer wat termen erbij doet die ik in de cursus heb geleerd. We hebben het natuurlijk over de benen gehad. Ja, over de benen gehad. Dan ben ik ook wel benieuwd in welke stand Blondie staat. Want ik weet dat ze achter bodem wijd staat. En volgens mij staat ze voor bodem nauw. Ja. Dat weet ik nog niet zeker. Dat moet ik nog even aan Astrid vragen. Maar dat vraag ik binnenkort wel. Heel benieuwd hoe dat gaat. Kijken waar we aan gaan werken. En of dat goed gaat. Goed zo. Let op dat je met je binnenhand niet terugwerkt. Dat je weer naar het oor toewerkt. En vanuit die hogere... positie naar voren gericht, het hoofdje naar binnen draait, zo ja, dat ze van die linkerschouder afkomt en je rechterhand die plaats je dan zo enigszins naar rechts, 1, 2, 3 passen dat die op die rechterschouder komt en dan krijg je weer meer die balans verticaal over de schouders. Net zoals we dat laatst ook hebben gedaan in de lessen bij Houmeel. Zo ja, binnenhand omhoog naar voren. En zorg dat je gevoel houdt met wat er onder je zit. Dus dat is de hals van je paard. Dat als je je hand naar voren brengt om stelling te vragen. Dus ervoor zorgt dat het paard tussen de eerste nekwervel en de kaak. Of tussen het achterhoofd en de eerste nekwervel indraait. Naar links. Dat je ook voelt van, ja. En nou heb ik ook contact met dat weefsel daar. Zo ja. Naar voren met je binnenhand. Met gevoel voelen. Die wervelkolom afgaan met je hand via de teugel. En dan kom je daar aan in nek en kaak. Ietsjes hoger houden je hand, ietsjes hoger plaatsen je binnenhand. Zo ja.
Ja, ga maar voelen. Dat ja. En dan neem je hem aan, je buitenteugel mee naar die rechterschouder. Zo ja, en daar los toestaan en dan je kuit aandrukken. Dat ja, super. En zo herhaal je dat weer. Ja. Zo ja, precies. Hand weg, been eraan. Dat ze een beetje een dribbeltje maken, vind ik dan niet zo heel erg. Maar in feite, wat ze zou moeten doen, is meer ondertreden van achteren naar voren. Meer verbinding maken. Maar ja, dat past bij het losrijden dat ze dat antwoord niet meteen geven. En een keertje aandribbelen is dan niet zo erg. Zo ja, blijf goed met je binnenhand voelen. Zo ja. En dan hoef je, juist, dit is beter. Voel je? Ja. Kijk, nou heb je weer contact met nek en kaak. Daar zit je, nou dan geef je ook de goede prikkel af. Hè. Je stelt dan ook de goede vraag. En haar goede antwoord is ontspannen onder je hand. Ja. In het weefsel tussen nek en kaak. En dat weefsel zijn aanhechtingen van lange spierketens die in het achterbeen beginnen. En als ze daar loslaat, kan het achterbeen verder naar voren, omdat het één geheel is. Dat is goed. Zo, ja, neem mee naar buiten aan je buitenteugel. Dit is goed. Hand toestaan en weer aandrukken met twee kuiten tegelijk. Zo, ja. En als je aanduwt, aandrukt, hand naar voren. Dat ze ook verbinding maken kan. Zo, ja. Binnenhand weer omhoog naar voren. Blijf naar voren toe inwerken. Zo, ja. Blijf voelen dat je contact houdt met nek. Dit is wel weer goed. Super. Daar, ja. Niet terugwerken. Van je af blijven werken. Zij hoeft alleen maar te ontspannen. Hè? Dat kun je niet afdwingen. Dat kan, als je je vraag adequaat stelt, zal je paard de neiging hebben om te denken, kut, ik heb daar spanning, ik moet even loslaten. Dat, ja. Daar, ja, dat is beter. En neem mee aan je buitenteugel, zodat je het gewicht op de buitenschouder plaatst. Super. En weer toestaan in je hand. En daar weer aandrukken met twee kuiten. Dit is weer, kijk, dit wordt beter. Voel je het? Ja. Nou gaat ze weer krachtiger stappen van achteren naar voren, hè? Ja. Toppie. Kijk, en hier is ze iets te enthousiast, houdt ze dat net niet vol. Ga je weer stelling vragen. Weer naar je buitenteugel nemen. En weer aandrukken. Want we zagen net al dat hij op een gegeven moment gewoon echt helemaal zelf nagaf in die stelling. Ja, maar was op een gegeven moment echt helemaal netjes op zichzelf aan het lopen. Ja, dan hoef je niks meer te doen. Nee. Dat is het mooiste. Hè? Als ja. En eer dat een paard dat natuurlijk echt altijd zo doet, ben je 2 jaar systematisch aan het trainen. Ja. Maar dat betekent wel dat je in de moeilijkere oefeningen steeds minder ook op die balans hoeft te letten. Want dat doet hij dan voor een heel groot gedeelte al zelf. Ja. Ja, mooi. Heel erg bedankt voor de les. Het was erg leuk, Tessa. Ja, weer erg leerzaam. Ja, mooi om te zien hoe jullie weer vooruit gaan naar je blessure. Zo, heel erg. We zijn echt wel weer op wedstrijdniveau zo, hoor. Ja, heerlijk. Ja. Binnenkort weer een wedstrijdje. Yeah. Ja. Poh. Dit was ook weer een lastig les. Ik vond het lastig om mijn concentratie erbij te houden. Maar het is me enigszins gelukt. En op sommige momenten kon ik er ook echt wel, nou ja, mooi. Ik vond het zelf mooi laten lopen. Want ik ben snel bang dat ik er in de weg zit. Omdat ik natuurlijk wel wat langer ben. Maar met Astrid ter hulp gaat het altijd echt wel heel erg goed. Dan zit ik er niet in de weg. Kan ik er mooi en op haar eigen benen laten lopen. Er zaten nu zelfs stukjes bij dat ze compleet op haar eigen benen liep. Dat was heel gek om te voelen. Maar ook weer heel erg fijn. Ja, echt super blij mee met hoe dat is gegaan. Dus ook weer veel waar ik aan kan werken. Dingen die ik nu in mijn eigen training kan meenemen. Echt heel benieuwd hoe dat gaat. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Drukke week, hele leuke week. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij de volgende video. Doei doei!